Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag gaan we kutten met kajak. Zonnewater. In de stad. Ja! Zonder water. Je zou zeggen dat kan absoluut niet, maar we gaan vandaag aan jullie laten zien dat dat wel kan. Ja, we hebben geen plan, we hebben geen idee hoe dit zou gaan. Wat we wel hebben zijn 3 kajaks, 3 maloten en een busje. Oftewel een top idee. We hebben dus een onwijs goedkoop touwtje van de Wibra hebben gekocht. Daarmee hebben we onze kajak vastgebonden aan de auto. En daarmee gaan we ons verplaatsen naar de volgende locatie. Ben je er klaar voor? Nou, kun je hier klaar voor zijn? Weet ik niet. Heb je ooit gekajakt zonder water? Nee. We gaan het gewoon zien. Jij gaat zitten, ik ga in de volgende auto zitten en succes. Zo, dit is heftig, jongen. Zo denk jij. Dit kan alleen maar fout gaan. En ik krijg jullie de schuld, want ik zit achter het stuur. Goed, kano zonder water. Ik ben benieuwd, het gaat gebeuren. Zo. Oh kut, politie, politie! Nee, nu al. Dit is echt bizar. Er rijdt gewoon het politie langs en die doet niks. Woehoe! Yeah, baby! Oh jongens, dit is dit debiel, joh. Nou, het gaat best lekker tot nu toe. Zal ik iets harder gaan? Oh shit, ouwe! Dit is zo hard! Oh ja, dit is live, ouwe! Wow, hard gaat die wel niet! Jezus! Rem mee! Ik laat nu al zien dat kajak zonder water gewoon mogelijk is. Veel mensen zijn me aan het aankijken. Mensen hebben geen idee wat er op deze dag gebeurt. Ik vind het wel heel leuk. Ik vind het wel bijzonder. Oh! Oh joh, dat vind ik hard, ouwe. Kom maar! Nee! Oh! Oh! Ja! Oh! Wat de fuck gebeurde er? Ja, ik nam de bocht iets te ruim. Ik had een beetje een inschattingsfout. Oh, maar dat deed wel zin. Oké, kom maar uit. Nou, gelukkig leef ik nog. We zijn er. Zeker. Maar nu gaan we dus van de trap af. Dit is wel even next level, hoor. Echt even kut, gewoon. Dat stukje in het midden, dat is hetgene waar je kut gaat, denk ik. Ja, hier, maar dan word je echt zo gelanceerd en dan ga je gewoon nog. Ja, we gaan even kijken wat er gebeurt als er niet in zit, oké? Okay? Ik denk dat je dan gewoon leeft. Misschien heb je daar eigenlijk een paar blauwe plekken erbij, maar als je gewoon goed in die kano blijft zitten, dan kan er niks fout gaan. Ah, oké. Fuck it. Ja? Klaar voor? Ja. Nee, ik ben er helemaal niet klaar voor. Holy fucking shit, oké. Wacht, fuck, ik hou van je paps, ik hou van je pap. Steun me, laat me niks breken. Oké, dan. Wow, shit! Oh, yes! Wow! Fucking hell! Oké, nog een keer. Doe maar hard. Wow, shit! Wow! Fuck ja! Yeah. Oké, Tootje, jij? Wow, ga je, jongen! Holy shit! Oh, mijn rug. Hij ging hard, hè? Oh, mijn rug. Ai. Oké. Jouw beurt, Giel. Let's rock and roll. Oh, ik maak daar een sprongetje. Ja. Oh, maar het is wel echt episch dit. Als je een beetje schuin zit, dan kan het wel. Prima. Hoe dan? Ik zit nu al vast. Gewoon gaan. Ga nou. Ik ga, maar ik ga niet zo hard. Godverdomme. Zo, dit was wel spectaculair, hè? Ik ben hier met een recordpoging bezig. Kijk, zonder handen. Ja. Wat een kut idee is dit. Ik denk dat dit heel erg fout gaat. Nee, dit kan echt niet, man. Als je dit doet, hè, dan ben je de eerste in de wereld die een grind doet met een kano op een rails. Kun je dat laten doen dan? Ik weet dat dit fout gaat, maar iemand moet deze doen, Giel. Oké dan. Oh mijn god, dit is fucking eng, ouwe. Hey, dit is dus een van de heftigste dingen die ooit gebeurd is in de geschiedenis van StukTV. Of we raken nu iemand kwijt. Of we raken nu iemand voor de komende 8 weken kwijt. Of Stefan heeft gewoon heel veel mazzel. Want ik geef dit echt 25% kans dat dit goed gaat. Oké. Giel, Kan je me een heel klein stukje naar voren, dat ik al op die rails lig? Oké, hou me vast, hè? Hou me goed vast. Oké, kan je nog schuiner? Kan je hem nog verder laten keeperen? Ja. En nu kan ik niet meer terug, hè? Ja, je kan nog terug, ik heb je nog. Oké, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go, go! Oh shit! Oh shit! Ah! Gaat het? Oh, mijn poot. Oh. Je leeft gewoon nog. En jij vloog. Ik denk dat jij de eerste mens ter wereld was die ooit heeft gevlogen. Jij hebt een wereldrecord. Oh mijn god, ouwe. Ik kan niet meer lopen. Holy shit. Holy shit. Jij vloog zo ver, vriend. Oh, ik ben zo fucking blij dat ik die helm op heb, gek. Ik wil even checken of ik nog kan lopen. Ja, dit gaat goed. Yes! Lekker! Holy shit. Oké, we gaan nog naar de volgende locatie. Kijken of het nog gekker kan. Daar hou ik je aan. Je weet wat je zegt. Nou, we staan hier nu bij Utrecht Centraal. Tootje. Ja. We hebben hier een immens grote trap. Ja, immens groot. Ja. Ja. Ik denk dat het kan. Ik denk oprecht dat het kan. Oprecht alles kan, maar dit slaat helemaal nergens op. Het gaat sowieso pijn doen. Maar ja goed, dat wisten we van tevoren toen we hier aan begonnen. Nee joh, vat wel mee joh. Hij gaat hard jongen. Straks ging me veel harder man. Hij gaat hard jongen. Lieve mensen, hij heeft wat aanmoediging nodig. Kom op, help hem even. Kom op. Kom op Thomas. Kom op Tootje. Rock and roll. Oh, ik wil dit niet. Ziekenhuiskosten zijn voor Giel, komt goed. Oh mijn god. Dit is zo dom. Klopt, maar je gaat ja? Wat wil je gaan? Ja? Ja, ik ga wel. Kom op, moedig die jongen aan jongens. Kom op. Kom op Thomas. Kom op Thomas. Ja. Ja. Oei, oei. Ja, 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 ik zei het toch niet. Holy fucking shit. Holy fucking shit, ouwe. Ja, ja, yes, wat vet, ouwe. Holy shit, ouwe. Jij vloog gewoon naar beneden van die trap af. Fucking sick hoe hard jij ging. Wow. Dat je nog leeft, je bent gewoon geland. Ja man. Je hebt me gewoon geklaard, ouwe. Dat was echt de sickste dat ik ooit heb gedaan. Jongens, dat betekent één ding, we moeten nu kappen, want dan blijft het goed gaan. Ja, kijk eens. En we zien jullie. Alles voor €5. Alles voor €5. Yes. Alles is nog heel. Ik zeg gewoon tot volgende week. Hoi. Oké, we zijn net klaar met opnames, maar we hebben toch besloten even naar het ziekenhuis te gaan. Want dit gaat niet helemaal goed. Ik kan echt amper lopen, gek. Het is zo fucking verpijt. Maar nu ineens, hè, gewoon van die adrenaline. Voel je het gewoon niet. Ik weet niet hoe het loopt, man. Maar ik even kijken of we een rolstoel hebben binnen. Zit die dan in zo'n rolstoel? Je hebt zo gezien. Ik ga niet meer lopen, die jongen. Ik ga niet meer lopen de komende dagen, ben ik bang, man. Ja, het was wel, ja, het was te verwachten, toch, eigenlijk. Het is gewoon dom. Echt super dom. Doe dit vooral echt niet thuis na, lieve mensen, echt niet. Dit is gewoon belachelijk, dit moet je echt niet doen. Oké, we zijn even foto's aan het maken van de knieschijf van Stefan. Daar zit waarschijnlijk het probleem. Of het is gebroken of flink gekneusd. Dus dat is even afwachten. We gaan lekker gaan lachen met z'n allen op Stefan hier. Dat is helemaal top. Nou ja, heb je nu een lesje geleerd? Ik heb 100% zeker een lesje geleerd. Dit was echt zo fuck af. Deze ook nog, dankjewel. Dankjewel. Ah, wel goed nieuws man, het is niet gebroken. Het is alleen zwaar gekneusd en verdraaid. En dat wordt, denk ik... 3 tot 4 dagen op kunnen lopen. Dat is heel top. Oké, dit was oprecht een van de gevaarlijkste dingen die wij ooit hebben gedaan met StukTV. En we zouden het super tof vinden als jullie minimaal 45.000 duimpjes omhoog geven. Bam. En nog belangrijker, stuur deze video toe naar iedereen die je kent. Iedereen moet dit zien. En volg ons via social media, Twitter, Facebook, Instagram. Abonneer op ons kanaal. Ja. En we willen Outdoor Valley bedanken. De kano's zijn denk ik niet meer heel, maar je krijgt ze toch van ons terug. En laat in de reacties weten wat jullie ervan vinden. En zaterdag zijn we weer met een toffe serie. En volgende week woensdag hebben we weer een vette opdracht. Later! Woe! Oh, we leven nog.